tekst die in dat rapport van maart werd gewekt, dat ik bewust namen had achtergehouden. En ik vond dat ontzettend vervelend, want... Maar ik heb begrepen dat u agenda's heeft laten vernietigen. Onzin. U heeft die agenda's nog. Hoe bedoelt u? Ik heb begrepen dat voor zover dat in een verslag, in een gesprek wat u heeft gevoerd met de heer Rozenkrans op 4 maart 2002, komt concreet aan de orde. De heer Veerman geeft aan dat voor zover in zijn bezit hij agenda's et cetera heeft laten vernietigen om niet onnodig personen met wie hij ook privé omgaat in discrediet te brengen. Nou, dat is dan een notitie van meneer Rozenkrans. Die is u toegestuurd om ook voor akkoord, gelezen en akkoord bevonden. Dus die notitie van 4 maart. Het is een besprekingsverslag wat KPNG met u gevoerd heeft. Heeft u dat ondertekend? Bent u daarmee akkoord gegaan? Dat kan ik me niet herinneren. Het is nog niet zo lang geleden, 2 maart. Of wat nee, is het, 4 maart 2002? Ja, nee, maar als u... dan moet ik toch weer herhalen. Want ik denk dat het feit of ik het wel of niet ondertekend heb, best te achterhalen is. Maar ik kan me echt niet herinneren of ik het wel of niet ondertekend heb. Nee, maar kunt u zich nog wel het verslag zelf herinneren? Waarin dus dat... Nee, dit wat u nu zegt kan ik me niet herinneren. Kan u zich ik kan niet herinneren? Want zoals ik al zei, er is toch nogal het een en ander gebeurd. Heeft u agenda's vernietigd? Maar het staat er, dus het zal wel. Dat is niet een goed antwoord. In de zin van, dat kan dus voor velerlei vatbaar, interpretatie vatbaar. Ik bedoel, heeft u wel of niet agenda's vernietigd? Ik heb geen agenda's vernietigd. U staat onder ede, dus u verklaart hier onder ede dat u geen agenda's, persoonlijk dan wel zakelijk, vernietigd heeft. Zoals hier... Omdat namelijk in het gesprek, we zullen dat natuurlijk aan de heer Rozenkrans straks ook vragen. Omdat hier staat, de heer Veerman geeft aan dat. Het is een verslag van een gesprek. Ja. Maar u vroeg al. Ik kan me dat gesprek niet in die zin herinneren. En ik heb geen agenda vernietigd. Wat wel waar is. Heeft u het laten vernietigen? Dat is een goede vraag, ja. Wat zou u daar op antwoorden? Daar is het antwoord ja op. Daar is het antwoord ja op. Is dit een... Maar ik wil daar ook wel... Ik geloof dat u mij even moet toestaan dat ik daar een toelichting op moet Ik kreeg geven. Net een briefje aangereikt of u de agenda zou kunnen aanreiken. Maar dat kan dan niet. Nee, dat wil niet. Nee. Maar u moet zich toch even voorstellen als je zo'n Zembla-uitzending ziet... Dan kunnen we dat ook wel weer in een soort negatieve... Nee, maar ik vroeg aan u, heeft u instructies gegeven aan medewerkers van Coop Jurgen? Bijzondere instructies. Nee. Toen zei u, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, maar ik wil wel graag... Het was zelfs op het punt van de NMA, zei u, van nee, we hebben geen bijzondere instructies over geformuleerd. Maar nu geeft u wel aan dat u agendas heeft laten vernietigen. Hoe moet ik dat dan interpreteren? Dat is toch gewoon een instructie? Ten eerste trekt u de conclusie dat ik dat door medewerkers van Coop Jurgen heb laten doen. Zijn het andere personen dan die het... Nou, dat weet ik niet meer. Wat zei u? Dat weet ik niet meer. Kijk, heeft wel iets laten vernietigen, maar u weet niet meer door wie? Nee. Maar mag ik u misschien even toelichten waarom ik dat heb gedaan? Want ik denk dat ik daar ook recht heb en in het kader van de waarheidsvinding dat het goed is dat ik u dat even uitleg. Ik heb privé heel veel... vrienden die in de politiek werkzaam zijn. Dat kan ik ook niet helpen. Misschien dat de conclusie van deze commissie straks wel is dat dat ook niet meer mag. Maar ik heb heel veel vrienden in de politiek en daar maak ik regelmatige afspraken mee. Om te gaan fietsen, om te gaan schaatsen, gewoon privé optrekken. Ik heb een vriend waar ik mee ga skiën. En het leek mij niet leuk dat mijn goede vrienden... die hier en daar in de politiek zitten, lastig gevallen worden door mensen. En dan heb ik het niet over u, maar van justitie met allerlei vervelende vragen. Dus dat was de reden dat ik dacht, ik gooi het gauw weg. Heeft u een zakelijke...